Hallo allemaal, welkom bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Roy en vandaag doe ik de 1 week geen mobiel challenge. Ja, ik ben helemaal verslaafd aan dit irritante ding. En ik vind hem mooi, hij is heel handig. Je kan appen, Instagrammen, Facebooken. Ik kan alles gelijk posten. Ik kan mijn YouTube Analytics checken. En dat is nou precies het probleem waardoor ik steeds blijf hangen in die loop. En ik wil daaruit, ik denk dat meerdere van jullie er ook verslaafd aan zijn. Dus doe met mij mee. 1 week je apps verwijderen. Al je apps waar je aan verslaafd bent, die verwijderen we van de mobiel. Ik zorg nog wel dat ik bereikbaar ben voor mijn vrienden en familie. Jullie kunnen mij altijd bellen. Dus laten we deze challenge beginnen. Ik weet dat ik verslaafd ben. Ik zit er constant op. Ik kan er zelfs niet tegen. Al staat er bij WhatsApp 20, dat je nog 20 berichtjes moet lezen. Al mijn mailtjes in mijn mailbox wil ik altijd gelezen hebben. Op WhatsApp ook. Ik moet altijd op iedereen reageren. Het is echt vreselijk. Alles wat ik heb gemaakt, wat ik heb gedaan, ik moet het altijd delen. Dus is het tijd voor de 1 week geen mobiel challenge. Let's go! Wat ga je doen als je 2 uur niet op je mobiel kan zitten? Dan ga je je gitaar erbij pakken. En dan ga je nummers opnemen op je computer. Je gaat weer wat nuttige dingen doen. Serieus, we zijn nu bijna aan het einde van de dag. Het is... Ja, dat zijn mijn kinderen. Het is nu 3:30. En op een gegeven moment weet je niet meer wat je moet doen. Dan ga je maar stofzuigen. En Nora doet ook mee. Met haar stofzuigertje. Dus ik ben nu aan het stofzuigen, want de hele dag gitaar spelen, dat heeft ook geen zin. De vaatwasser doen. En dan ga ik, denk ik, Xboxen. Je hebt veel meer tijd over als je niet appt. Ik heb er geen moeite mee gehad. Videobellen kan niet, want Facebook is eraf en WhatsApp is eraf. Dus dat ging niet door. Daar heb ik niet over nagedacht. Dat hou ik wel een week vol. Laten we kijken hoe het vanavond gaat vooral. En hoe het morgen gaat. Nief is nu bij een vriendje aan het spelen. En die moeder moest mij dus sms'en. We gaan even terug in de tijd. Die moest mij sms'en. Omdat ik geen WhatsApp heb van hey, kom je hem ophalen. Dus dat is zeker een negatief puntje. Positief punt is dat ik alles hier heb gestofzogen en heb gedweild. Dus dat zijn dingen die dan wel gebeuren. Ik ben door mijn werk al gemaild. Maar ik heb nog niet de verslaving gevoeld dat ik hem moest oppakken. Omdat ik weet dat alle apps eraf zijn. En op deze momenten in de avond, dat je lekker met je dochter op de bank ligt. Dan denk je, kon ik maar even appen. Of op social media. Maar die heb ik allemaal afgegooid. Maar gelukkig hebben we tegenwoordig een andere oplossing. En dat is gamen vanaf de bank. Gameverslaafd wordt. Wat ik eigenlijk ook al ben. Hallo allemaal, goedemorgen. We zijn bij een nieuwe dag aanbeland. Ik heb gisteravond heb ik een klein beetje moeite gehad. Dat ik dacht, oké, ik kan nu in bed niet Instagram checken en zo. Maar het was wel ook heel relaxed dat er geen WhatsAppjes binnenkwamen. Of ik geen WhatsAppjes hoefde te checken van heeft nog iemand gereageerd? Moet ik nog even terugreageren of zulke dingen? Dat helemaal niet. En nu in de ochtend ook. Ik pak mijn ontbijtje. En ik ga niet eerst in bed nog Instagram bekijken of mijn WhatsApp lezen. Dat is echt heel chill. Veel minder prikkels deze ochtend en gisteravond. Dat is echt mega chill. Deze tweede dag verloopt. Oké, ik wilde dus Riders Republic met mijn vrienden spelen. Maar dan moet je ze natuurlijk appen. Hey, kom je ook online? En dat kan niet, dus ik heb ze een mail gestuurd. Dus ik kan nog wel even wachten. Vreselijk. Ja, ook niet over nagedacht, hè? Nee. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe dag. Vandaag is het woensdag. En ik heb heerlijk kunnen gamen. Zonder afgeleid te worden. Ik heb heerlijk een boekje gelezen. Ik ben heerlijk in de ochtend lekker mijn koffietje aan het drinken en zo. Zonder prikkels van WhatsApp. Je wordt ook niet de hele tijd gestoord door die groepen en shit afbeeldingen wat je de hele tijd krijgt toegestuurd.
Dat het allemaal weer wordt gesynchroniseerd met mijn Google. Ik word helemaal lijp. Enige nadeel is dat mijn werk me misschien WhatsApp heeft gestuurd. Maar ik hoop dat zij weten dat ze een mail kunnen sturen en mij kunnen bellen. Dat is het enige. Voor de rest mis ik niks. Je hele koekenfoto's zijn vol met troep. Dat is WhatsApp. En ik ben blij dat ik dat niet meer heb. Wat wel handig is aan WhatsApp en wat ik wel mis, is dat je even een fotootje kan sturen naar iemand. Of dat je even kan vragen, hey, hoe laat ben je thuis? Hey, zal ik alvast eten gaan koken? Daarvoor ga je dus helemaal iemand bellen. Dat is echt wel een nadeel. Je kan het natuurlijk wel een sms sturen. Ik heb één smsje eruit gestuurd, maar dan zat ik gelijk te denken, ja, kan ik net zo goed WhatsApp installeren. Nou, dat mis ik. Een vriend heeft al een bericht gestuurd via Xbox. Hey, kan ik je wel zo benaderen? Anderen die hebben mailtjes gestuurd, andere vrienden. Er zijn vrienden die sms'jes hebben gestuurd van hey, hoe kan ik je nu dingen toesturen en zo. Dat hoeft allemaal niet. We kunnen gewoon, als iemand me wil bereiken, bel me gewoon op. Dat allemaal via WhatsApp, want er wordt ook echt heel veel troep gestuurd. Ja, de chat op Xbox, ja, wie gebruikt dat? Sowieso nog chiller als er vrienden langskomen die bellen. Hey, zou ik even Xboxen? En dan ga je lekker couchplay. Ga je lekker splitscreen modus doen. En dan heb je veel meer lol dan online achter een schermpje. Bel me allemaal maar op. Maar ik mis toch wel om even door te geven van hey, zo laat ben ik daar en daar. En gewoon even die kleine dingetjes. Of even een fotootje te sturen. Hoe de dag gaat of wat je aan het doen bent. Weet je. Dat doe je vooral met WhatsApp. Dat mis ik. Instagram. Dat mis ik niet. De groepen van WhatsApp mis ik ook niet. Iedereen wordt geduld. Zo, dat is toch allemaal niks. Facebook mis ik al helemaal niet. Die dingen ook eraf laat voortaan. Op naar donderdag. Goedemorgen. Ik word lekker wakker. Geen prikkels. Ik hoef niks te lezen. Maar ik heb een gevoel dat ik iets mis. Ik heb een gevoel dat al mijn vrienden, familie, dat iedereen heeft geappt of zo. Maar dat weet ik helemaal niet. Maar dat gevoel heb ik. Ik heb het gevoel dat ik iets mis. Ik heb ook het gevoel dat ik iets mis op Instagram. Op Facebook helemaal niet. Want ja, ik was die nieuwsberichten, was ik allemaal al niet meer aan het lezen en zo. Ik zit wel heerlijk even een kopje koffie te drinken. Maar tijdens het kopje koffie drinken en eten was ik ook altijd aan het scrollen. Ik was altijd aan het scrollen op Instagram en even WhatsApp lezen en zo. Dat mis ik heel erg. Maar het geeft ook heel veel rust. Dus ik heb nu een beetje onrust. Dus, fijne dag Roy. Hallo mensen, het is vandaag vrijdagochtend. En we zijn bijna door de week zonder mobiel heen. En wat ga je doen als je geen mobiel hebt, geen social media? Een kopje koffie. En nog één. En nog één. En nog één. En nog één. En je hebt bijvoorbeeld tijd om de quest te lezen. Ik moet heel erg zeggen, je wordt wel echt heel relaxed van. Even magazines lezen, even relaxen. Laat mij even anders hier in de comments hieronder weten waar jij relaxed van wordt. Als jij geen mobiel bij je hebt of geen mobiel bij je mag hebben. Zoals ik deze week. Ik ga verder lezen. Ja, je hebt ook tijd om alle chocolaatjes op te eten die je nog vergeten was, open te maken. En daar gaan we. We hebben tijd genoeg om de Xbox aan te zetten. Want ik merk toch wel dat ik vaak naar mijn Xbox grijp als ik niet naar mijn mobiel kan grijpen. Misschien moet ik een keer een week zonder console. Maar dan krijgen jullie ook minder game streams. Dikke, dikke, dikke games. Ik heb niet alleen geen social media. Ik heb ook geen negatieve test. We hebben corona, dus we blijven thuis. Dus ik denk dat ik wel maar WhatsApp weer opzet en mijn social media kanalen. Okay. Hallo allemaal, het is vandaag zaterdag. Ik moet eigenlijk nog één dag en dan ben ik klaar. Maar helaas heeft de familie corona, dus moeten we thuis blijven. En het is wat handiger om dan vrienden te appen, werk te appen in plaats van te bellen. Het gaat gewoon toch iets makkelijker. Dus heeft WhatsApp echt voordelen. Ik vind het wel heel chill dat Instagram eraf is en Facebook, zodat je niet eindeloos loopt te scrollen. Ik zit ook
veel minder in de analytics te kijken van YouTube. Want ik vertrouw er gewoon op dat jullie abonneren en liken. En dan zie ik op een gegeven moment wel over een jaar dat ik de 1000 abonnees heb bereikt. Nu op 350 of zo. Maakt niet uit. Je hoeft geen overhaaste beslissing te nemen. Klik gewoon op die knop. Het is heel simpel. Ik maak gewoon content wat ik zelf leuk vind. En wat ik leuk vind om met mijn zoontje te maken. En als mensen dat liken, helemaal top. Dat vind ik echt geweldig. Maar als mensen het niet liken of niet leuk vinden, vind ik het ook niet erg. Nou, en dan hoeven ze gewoon niet te kijken. Zo simpel is het leven. Maar wij moeten dus thuis blijven. Er komen dus wel heel veel vlogs aan. Komen game streams aan. Ik heb er ook veel van geleerd. Als je WhatsApp laat liggen en die vage berichtjes met allemaal afbeeldingen die je krijgt en zo, als je dat allemaal niet leest of archiveert, dan heb je dus tijd om andere dingen te doen. Bijvoorbeeld een magazine te lezen, tijd voor jezelf, kruiswoordpuzzel of zo, gamen, flink ge-Xboxed. Dus, al vonden jullie deze video leuk en jij wil dit ook proberen, zet hieronder in de comments hoe lang jij je mobiel niet hebt gebruikt. Klik op de abonneerknop als je deze video leuk vindt en andere video's nog wilt zien. Klik op de like button en ik zie je bij de volgende video. Later!